Open de vergadering van de tijdelijke parlementaire commissie, onderzoekscommissie ICT, voor alweer de zevende dag van onze hoorzittingen. Wij verwelkomen van harte de heer Koopmans, geen onbekende in dit huis, oud-Kamerlid voor het CDA. De commissie gaat u een aantal vragen stellen. De commissie bestaat uit de heer Ulewel, mevrouw Bruinslot, mevrouw Fokke en de heer Van Menen. Voortouw zullen mevrouw Fokke en ik nemen bij dit gesprek. Maar de rest let altijd op en doet ook mee. U bent 10 jaar Kamerlid geweest voor het CDA, van 2002 tot 2012. En u wordt als Kamerlid wel gecharakteriseerd als dan wel enthousiast, dan wel spraakmakend, dan wel licht publiciteitsgevoelig. Bij welke kwalificatie voelt u zich het beste thuis? Nou, ik vind ze alle drie geen scheldnamen of zo. Nee, integendeel. Dank overigens voor de uitnodiging om hier te zijn. Het is een plezier om hier te zijn. Maar u zegt, ze zijn alle drie wel op mij van toepassing. Ja, nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is als Kamerlid dat je op de inhoud consistent bent, maar op je strategie volstrekt onvoorspelbaar. Dat is het mooiste, want dan kun je op een beste wijze de regering controleren. Dat onvoorspelbare, daar komen wij ongetwijfeld verder op in dit gesprek nog even op terug. Dank dat u bereid bent met ons te spreken. U was lid van een aantal commissies, waaronder Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat, Landbouw en Binnenlandse Zaken. Zoals u weet hebben wij een extern bureau ingeschakeld om het falen van ICT, van een aantal ICT-overheidsprojecten te verklaren. En de tunnels A73, daar gaan we nog uitgebreid over praten, en de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie in de wandeling, ook wel MGBA genoemd, zijn twee van de voorbeelden die dat bureau bestudeerd heeft. En zeker is daar ook gekeken naar de rol van de Kamer. Wat doet de Kamer nou? Nou, daar gaan we met u over praten. Ik zou het erg op prijs stellen als u zelfs de dingen die voor ons wel redelijk bekend zijn als Kamerlid, maar toch nog even zou willen toelichten en herhalen voor die mensen die met ons meekijken. Daarover dus straks meer, maar eerst wil ik het graag even met u hebben over uw rol als initiatiefnemer voor het parlementair onderzoek ICT. Samen met mevrouw Gesthuizen van de SP. Wat was de aanleiding om dat te willen? Want u heeft zich daar toen ineens zeer plotsklaps mee bemoeid. Met het feit dat dat onderzoek, zoals wij hier nu zitten, er moest komen. Waar kwam ineens die Koopmans uit zijn duveltje uit een doosje vandaan? Nou, dat had te maken met het feit, voorzitter, dat ik toen pas in de commissie hier BZK terecht kwam en nooit eerder de integraliteit van ICT-projecten onder mij had gehad. Ik werd ook zo'n soort woordvoerder op dat gebied. Ik had natuurlijk wel in mijn Kamerlidmaatschap een aantal ICT-projecten meegemaakt of daarvan kennis genomen die minder goed geslaagd waren. Zoals de A73-tunnel, want dat is natuurlijk een project waarin het ICT-falen een relevante rol heeft gespeeld. Ik was in die periode ook woordvoerder, ik ben woordvoerder geweest op de kilometerheffing. Dat is natuurlijk ook een mega ICT-project waarvan mede onder mijn leiding besloten is, we stoppen ermee. En gaan we het vandaag overigens niet over hebben, over rekening rijden. Nou, als het zijdelings langskomt, kunt u het best doen. Het is in elk geval, ik zal er toch een paar zinnen straks nog aan wijden, omdat het ook te maken heeft met hoe functioneer je als Kamerlid. Want daar is gewoon een besluit genomen en letterlijk door mijzelf, nadat ik met een aantal hoorzittingen had meegemaakt of briefings waren, technische briefings, op grond waarvan ik de conclusie trok, gewoon boerenverstand gebruikend, kijken naar de rapportages, het kan niet. Nou, en toen heb ik gezegd, nee, nou, die grote rotzooi over mij van alle kanten, en begrijpelijk ook. Maar daar sta ik nog steeds volstrekt achter. En dat ICT-drama is dus niet doorgegaan. Oké, nou, laten we dat dan maar meteen helemaal uitwerken. Ja. Als komt het verderop in het gesprek nog drie keer terug. Wij stellen hier vast, met het vooronderzoek dat we hebben laten doen, maar ook uit de gesprekken zoals die hebben plaatsgevonden, dat een van de grote probleempunten bij ICT-projecten bij de overheid is, en daarom wilt u dat vermoed ik ook vertellen, dat zelden de stekker er op tijd wordt uitgetrokken. En in die zin bedoelt u ons mee te geven het rekeningrijdenproject. Ja, ik zou echt tegen Kamerleden willen zeggen, je moet elke dag je gewone eigen gevoel en je verstand gebruiken.
En je wordt elke dag oversteld met dikke rapporten, met glossy teksten vanuit een departement. Dat doen ze elke dag. Maar je moet met mensen blijven praten die daar echt mee te maken hebben. En daar een keer op doorvragen. En allemaal die ingewikkelde teksten die van een departement komen. Ja, ik wens altijd iedereen veel succes om het echt te doorgronden. Maar de meeste Kamerleden, en dat wens ik hun ook toe, zijn geen specialist op dat gebied. Dus moet je met mensen praten die wel specialist zijn. En die jou in begrijpelijke taal kunnen uitleggen waarin het goed gaat en minder goed gaat. En want ik ben altijd wel iemand geweest die graag langs hoofdlijnen redeneert. Dat wil men ook graag. Maar je moet die hoofdlijnen willen bijsturen door details onder de loep te nemen. Want alleen maar in hoofdlijnen sturen. Weet u, er zijn heel weinig mensen buiten die last hebben van een hoofdlijn. De mensen hebben altijd last van een detail. Dus als werkwijze, ja, is het gewoon heel goed om te focussen op een detail wat je tegenkomt. Een brief van een burger of noem maar op. En bij dat, en terugkomend op uw vraag van waar komt die betrokkenheid en waar met het opzetten van dat onderzoek vandaan. Ik kwam toen, toen speelde ook zeg maar, de DigiNotar-affaire. Dan was ik ook, nou dat was natuurlijk een fantastisch project om als Kamerlid mee te maken. Leg even in twee zinnen uit waar dat DigiNotar-project uit bestond. Het begon voor ons plotsklaps dat ik was op een fractiebijeenkomst en toen kreeg ik te horen dat de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Donner, om 1:00 s'nachts geloof ik een persconferentie ging houden. Goedemorgen denk je dan. Wat is hier aan de hand in dit land? En ik moest daarop letten, want ik zou daarover gaan als woordvoerder BZK. Nou, interessant. En toen heb ik daar gezeten. U wist niks? Nee, ik wist van niks. Er kwam een vooraankondiging, zorg dat je om 1:00 fris bent. Ja, ja, en dat was geen probleem. En ik zat terecht voor de tv. En ik hoorde de minister daar van alles en nog wat vertellen. En er zat nog een journalist in de aankondiging bij, die legde dat allemaal uit. Nou, en ik snapte er na afloop echt nog totaal 0, niks van. Het was abacadabra voor mij, maar je had natuurlijk wel het gevoel, en dat vond ik trouwens wel goed van de minister, dat hij middels die persconferentie die dan midden in de nacht plaatsvond, er bovenop zat en bezig was om te kijken hoe dat mogelijke grote schade op het internet en in de internetveiligheid, hoe die zou kunnen worden voorkomen. Nou, toen heb ik, ik had dus wat ervaringen. Ik maakte deze debatten mee en toen heb ik een keer bedacht. Onze fractie heeft zo'n systeem, ik geloof www, de CDA-fractie bedoel ik, uwervaringen.nl. Dat is een heel simpel systeem wat je kunt gebruiken om een of ander item op te zetten en dan kunnen mensen daarop reageren. Nou, die methode via zwartboeken of zo, daar heb ik vaker toegepast. Dat is een hele goede methode als Kamerlid. En in dit geval heb ik ook een oproep gedaan. Mensen, wie heeft er problemen met betrekking tot ICT en de overheid? Nou, ik denk dat ik daar een stuk of 60 reacties op heb gehad. En ik ben toen uit een selectie van die reacties met die mensen gaan spreken. En die reacties waren eigenlijk een beetje onder te verdelen in kleine mensen in een organisatie. Ik bedoel kleine mensen ergens op een plekje die of een grote frustratie hadden die met hunzelf te maken had. Dat kan gebeuren in het leven. Een aantal mensen die een grote frustratie hadden, die met de organisatie te maken hadden. Zaten ook een paar grote ICT-bedrijven bij, die dachten, oh, dan gaan we nog eens even uitleggen hoe het zit. Nou, en ik heb zo met van alles nog wat gesproken en na afloop was het mij volstrekt helder. De oude motie die er lag van mevrouw Gesthuizen, die destijds aangehouden was of geen steun had gekregen, die verdient het dat we die nog eens oppoetsen. En toen ben ik met mevrouw Gesthuizen gaan spreken en heb gezegd, we gaan samen aan de slag, goed idee. Nou, vanaf dat moment zijn we samen gaan optrekken. Het was destijds een wat ongebruikelijke combinatie, dat raad ik u ook aan, moet u vooral doen. Want dan worden ze echt bang van op departementen. En toen zijn we tegen de Kamer gaan zeggen, zullen we dat eens niet gaan onderzoeken. Zo is het gelopen. Had wellicht ook te maken dat DigiNota sterk in de derde karakterisering staat die ik u voorhield als Kamerlid. In? In de derde karakterisering als Kamerlid. Publiciteitsgevoelig bedoel ik. Nee, dan moet ik zeggen, bij DigiNota waren anderen daar veel beter in. Ja, want ik vond het vanaf dag één, want ik ben echt een beetje een digidombo. Ik had vanaf dag één dat ik echt de helft niet exact begreep. Nee, er waren mensen, ik geloof de heer Schouw en anderen, nou, die hadden er meer verstand van, of deden in elk geval of ze er meer verstand van hadden.
Nee, die wedstrijd was niet te winnen en had ik trouwens ook helemaal geen behoefte aan. In dat on-item. Mevrouw Fokker. Ja, ik wil het graag met u hebben over de Kamer en ICT. Vorige week maandag zat op diezelfde stoel oud-Kamerlid Arda Gerkens. En zij zei van ja, de Kamer doet eigenlijk heel weinig aan ICT. Het onderwerp is helemaal niet sexy. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, op zich is ICT voor een Kamerlid is ook niet sexy. Maar het gaat er natuurlijk om welk project en welke onderdelen wil de overheid middels dat ICT-verhaal wil zij realiseren. En om maar bijvoorbeeld het NGBA te noemen. Ja, zelfs als je dat noemt, hè, de basisadministratie, daar gaat nog niemand van recht op zitten. Maar als je erover echt over nadenkt, als Kamerlid, als volksvertegenwoordiger en als controleur van de regering, dan weet je op dat moment dat dat een van de bouwstenen is voor een goede werking van de rechtsstaat. Nou, dat is natuurlijk het allereerste waar je hier, als je hier zit, serieus mee bezig moet zijn. Ik bedoel, het is vrij simpel. Kiesrecht, belastingen zijn onderdelen die gebaseerd zijn op een goed werkend GBA-systeem. En dan heb ik het nog maar helemaal niet over al die mensen die het prettig vinden om hun moverende redenen om buiten dat GBA te zitten en daar een dingetje te doen. En waar we allemaal niet zo blij mee zijn. Ook dat is dus een reden waarom op zo'n moment, als je er goed over nadenkt, zou moeten zeggen als Kamerlid, in dit geval is ICT een relevante factor, omdat het dadelijk gaat bepalen, is het een werkend systeem of komen we daar in een grote malaise terecht. Maar ik hoor u dan ook zeggen, dan moet je dat als Kamerlid al zeggen. Hè? Is het, want Arda Gerkens had het over, het is niet sexy. Je kunt ook zeggen, ICT krijgt misschien niet altijd de media-aandacht die het verdient. Bent u dat met mij eens, dat ICT bij voorbaat? Want u zegt dus eigenlijk, ja, als je het als Kamerlid eigenlijk zelf agendeert, krijgt ICT misschien ook te weinig media-aandacht bij voorbaat? Ja, maar ik bedoel, vind ik echt onzin om te zeggen dat een onderwerp te weinig media-aandacht krijgt. Want het krijgt de aandacht die mensen er zelf aan geven. En ik moet zeggen dat ik in mijn werk als Kamerlid, en zeker in dit specifieke dossier ook in het NGBA, op een fantastische wijze heb samengewerkt met RTL, met de onderzoeksjournalist Siebe Sietsma en met mensen daar rondomheen, waardoor wij juist onderwerpen konden en ik zelf ook dingen konden agenderen. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook onderdeel van het vak van Kamerlid, dat je naast je best doen en naast vragen stellen, of weet ik wat allemaal wat je doet, dat je ook middels publiciteit een onderwerp zo op de agenda zet dat de regering en de vertegenwoordigers daarvan recht op hun stoel gaan zitten en denken van wacht even, nou moet ik echt aan de bak. Is dat ook een van de redenen, want u bent eigenlijk ook, u heeft aan de wieg gestaan van dit parlementaire onderzoek, zullen we maar even zeggen. Hoe is dat u gelukt? Nou, ik heb dat straks al een beetje beschreven. Ik denk dat het ontstaan is, dus doordat ik dat eigen onderzoekje nog een keer deed, daar kwam ik echt zoveel dingen tegen. En ik ben ook in die periode buitengewoon goed bevriend geraakt met een hele goede informant, ook voor uw commissie, de heer Genee Veldwijk en de heer Kummel van Ockham. Nou, dat waren ontzettende interessante bronnen voor mij om met van gedachten te wisselen. En daar kwam je trajecten tegen waarvan ik vandaag de dag, ik heb het relaas van Veldwijk aan uw commissie gelezen. Ja, dat leest toch als een totale oorlog, stammenstrijd, fraude, noem het allemaal maar op. De moeite waard voor uw commissie dus. En ik vond toen ook al, nou, er gebeurt veel meer dan dat ik ooit wist op dat gebied. Dus aan de slag. En het was toen vrij simpel. De methode die ik toen heb toegepast is dat ik met mevrouw Gerkens en met mevrouw Gesthuizen, ben gaan praten. En wij waren er snel uit. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, doe lekker samen. Dan de een voorop, dan de ander voorop. En daardoor was er voor de rest van de Kamer, ook vanwege die ongewone combinatie, was er voor de rest van de Kamer geen twijfel meer mogelijk, dit gaat gebeuren. Als ik dan nog even verder ga, want u heeft dit onderzoek, u heeft aan de wieg gestaan. U zegt van nou, met de SP erbij, hè, met mevrouw Gesthuizen, kregen we dit uiteindelijk van de grond. Hoe kijkt u
aan tegen de kennis van Kamerleden als het gaat over ICT? Want u zegt, nou, ik had een bron, hè, meneer Veldwijk. En onder andere, ja. Onder andere, als u nog andere bronnen heeft, noemt u die vandaag dan ook vooral. Hoe zit het dan met de gewone kennis van Kamerleden als het gaat om ICT? Of heb je echt die informanten nodig om uiteindelijk iets op de agenda te zetten? Nou ja, ieder Kamerlid moet natuurlijk op zijn eigen manier werken. Maar mijn werkwijze is altijd geweest. Bedoel, je hoeft zelf niet echt ergens verstand van te hebben. Gewoon gezond boerenverstand is wel uiterst behelpzaam. Maar mijn eerste debat wat ik hier deed, toen werd ik door een collega gevraagd of ik het landelijk afvalstoffenplan wilde doen. Toen zei ik ja en een half uur later kwam zijn medewerker met een steekkaart met 4000 pagina's. En die zei, alstublieft, gefeliciteerd. Nou weet je, dan kun je een debat gaan doen door 4000 pagina's te lezen. Maar A, de vraag is of je daar de tijd voor hebt. Nee, dat weet u, dat heeft u niet. B is de vraag, heeft u er daarna verstand van? En C is het waar wat er staat in die stukken van de regering? Nou, alle drie is heel ingewikkeld. Dus mijn methode is altijd geweest, praat met mensen in de samenleving die ergens verstand van hebben, die er ook mee te maken hebben, die precies weten in welke pagina van die 4000 het springende probleem zit of vele of meerdere springende problemen zitten. En die methode heb ik altijd toegepast en die lijkt me ook voor een Kamerlid een goede manier. Maar dan blijft het wel altijd weer de moeite waard om te blijven wegen wie jou informeert en wat de waarde van die informatie is. Tuurlijk, er zijn ook wel mensen die daarin volstrekt hun eigen, al dan niet aan het algemeen belang gepaarde punt hebben. Collega Van Meenen vindt het een interessante methode. Zeker. Nee, ik pretendeer enig verstand van onderwijs te hebben, maar ik begrijp heel goed wat u zegt. Hè. Het is ook goed om te luisteren naar de samenleving. Maar hoe weegt u dan? Hoe weegt u dan af wat iemand van buitenaf tegen u zegt? U als iemand die eigenlijk, zo schetst u het zelf, alleen maar een boerenverstand heeft als het op ICT aankomt. Ja, dat is overigens heerlijk om te hebben hoor, een boerenverstand. Ja, maar hoe weegt u het? Nou ja, dat is nou echt ook een beetje je politieke gevoel, maar ook je verstand gebruiken. En laat ik het ook heel simpel zeggen, bij het NGBA, ik heb in de afgelopen dagen ter voorbereiding van dit onderzoek ook nog eens even de brieven gelezen die de ministers hierover gestuurd hebben, dan is het vrij simpel. Als je een gesprek met een informant hebt en je begrijpt dat beter dan die abacadabra wat ministeries hier naartoe blijven sturen, nou dan weet ik dat, dan begin je te ruiken van misschien zou het wel eens kunnen kloppen wat de meneer of mevrouw aan jou te melden heeft. Maar werkt het ook andersom? Hè? Wij zitten te kijken naar een aantal projecten waarvan sommigen ook hun oorsprong in de Kamer hebben gevonden. Dus het kan ook andersom werken dat, ja, althans dat is mijn vraag aan u, dat informanten aan Kamerleden zeggen, weet je wat een goed idee is, een MGBA. Of weet je wat een goed idee is, een elektronisch patiëntendossier. Tuurlijk. Is dat niet de andere kant van de medaille? Ja, absoluut. Dat is een heel terecht punt. Ik denk dat een mooi voorbeeld daarvoor is de OV-chipkaart. Daar is in deze Kamer ontzettend veel over gesproken. Daarin is de Kamer, in mijn beleving, veel te vaak gaan denken dat iets 1000% sluitend zou moeten zijn en veilig zou moeten zijn. En ik zal nooit het moment vergeten dat wij als commissie INM, denk ik dat het was, toen zijn wij in 3 dagen tijd naar 4 hoofdsteden geweest om te kijken van hoe de kilometerheffing werkte. En wij liepen toen door een tunnel, een metrotunnel in Londen. En daar kwam ik tegen, toevallig, een standje van een gerenommeerde Engelse bank die een kaart verkocht, een bankkaart gekoppeld aan een OV-kaart. Met daarin, daar stonden 4 letters, ik ben vergeten welke, exact hetzelfde systeem als wat onze commissie, en daar waren een aantal leden dus van aanwezig, continu zaten te bevechten. En ik heb ze toen erbij gehaald. Ik zei, kom eens kijken hier. Hier verkoopt een bank een systeem waarvan wij in Nederland zeggen, als OV-chipkaart is niet goed genoeg. Ik sluit niet uit, zei ik toen. En die mensen zijn, die Kamerleden waren natuurlijk in het verleden altijd geïnformeerd door hackers en noem maar op. Ik sluit niet uit dat jullie ernaast zitten. Dat het gewoon eigenlijk een systeem is wat best werkt. En waarin natuurlijk een keer een foutje of een fraude of weet ik wat in kan voorkomen. Nou zijn wij ook bezig natuurlijk. Hè. Bij ons onderzoek trekken wij
conclusies over wat wij vinden wat in de toekomst wellicht zou moeten, moeten gebeuren. Mevrouw Gerkens had het vorige week over, zij zei van nou een oplossing, ik heb u net al gevraagd hè, hoe u denkt over Kamerleden en de kennis van ICT. Zij zegt van ja, een oplossing zou toch zijn een dubbel woordvoerderschap, dat er eigenlijk altijd een Kamerlid is met inhoudelijke kennis van ICT. En zij zegt van ja, de staf zou eigenlijk ook, er zou iemand moeten werken met echt ICT in de portefeuille. Ziet u dat echt als een oplossingsrichting? Of nee. Kan ik eigenlijk nee, ik denk uw het niet. Woorden... Nee, ik zou het als ik uw Kamer was anders organiseren en bestaande instrumenten beter benutten. Laat ik het volgende zeggen. De Kamer kent het systeem van de grote projecten. Dat is in mijn ogen, in mijn periode, altijd een goed werkend systeem geweest, waarvan de Kamer vaak terughoudend is om dat toe te passen. Ik zou u in dit punt willen adviseren om daar minder terughoudend in te zijn. En als u ruikt, dit is een groot project, en dan ook een ik zou ook een beetje dan proberen los te komen van coalitieverhoudingen. Als u als Kamerlid denkt, nou dat gaat niet goed zo'n project, of dat zou wel eens ingewikkeld kunnen worden, maak er een groot project van. Dat kent een buitengewoon scherp en goed geformuleerd informatieprotocol tussen de Kamer en de departementen. En het allermooiste daarbij is dat de halfjaarrapportages die daaraan vastzitten, telkens malen door het bureau onderzoek Rijksuitgaven, ik hoop dat het nog zo heet, het BOR, dat is echt het mooiste. Hier zijn zoveel mooie dingen hier in huis. Maar het bureau onderzoek Rijksuitgaven, ik denk dat er daar een paar van zitten, top. Die moet u veel gebruiken, want die hebben de tijd, nemen de moeite en hebben ook de taak om documenten te doorgronden en dan goede adviezen te geven waar u als Kamerlid echt wat aan heeft. En zij zijn ook in staat om in de voetnootjes te lezen. Dat lezen wij allemaal. Ik las er altijd overheen, laat ik het zo zeggen. En zij zagen dat. En zij kunnen dus heel goed u meenemen en de vinger op de zere plek leggen, waarna u in de debatten daarmee aan de slag kunt. Maar hoor ik u dan eigenlijk een beetje zeggen dat wij misschien als Kamer wel enigszins zitten te slapen? Want u weet ook, dit is natuurlijk niet het eerste ICT-onderzoek. Dit is het zoveelste ICT-onderzoek. En als de wereld zo makkelijk in elkaar zat, zoals u zegt, dan hadden we hier eigenlijk vandaag niet moeten zitten. Dus, Nou, ik vind het te makkelijk om in algemeenheden te spreken en te zeggen dat de Kamer zit te slapen. Er zijn momenten dat een Kamerlid of de Kamer misschien iets wat zit knikkenbollen, of het te druk heeft met andere dingen. Dat kan gewoon. Ik heb zelf ook wel voorbeelden waarvan ik denk, nou, toen had ik beter op moeten letten. Het hele ICT-project wat volgde uit de omgevingswet. Ik heb zelf de omgevingswet gedaan, daar was ik buitengewoon trots op. Maar er zat een ICT-verhaal aan vast, wat in een paar ANVB's zat opgesloten. Komt wel, dacht ik. Het zal wel goed gaan. Nou, dat is een paar jaar in de samenleving een hoop gedoe geweest. Nou, toen had ik zitten slapen, waarschijnlijk. Of heb ik dat niet doorzien? Andere voorbeelden, ik heb in de laatste dagen dus, zoals ik al zei, bijvoorbeeld ook de verslagen doorgelezen nog van het NGBA. Nou, als ik de laatste brieven van de minister zie, van minister Plasterk, en van het debat wat de Kamer daarover met minister Plasterk heeft, nou ja, dan denk ik dat kan wel een beetje pittiger, want het is een project wat nu al 10 jaar loopt. En de minister heeft gezegd, ik gooi het over tot over de volgende periode, dat ik er niet meer zit. Buitengewoon slimme periode heeft hij geformuleerd, zodat hij er in elk geval niet meer verantwoordelijk voor is. En als je dan de teksten van de Kamerleden leest, ja, dan zou het fijn zijn geweest als een aantal mensen beter was bijgepraat over het feit dat veel eerder al door bewindslieden is toegezegd dat dat veel eerder klaar zou zijn. En het is nog steeds volstrekt onduidelijk wanneer het echt klaar zal zijn. Over die modernisering van de gemeentelijke basisadministratie komen wij, tenminste als de tijd ons toestaat, aan het eind nog even terug. Ik wou met u naar de tunnels, maar ik wou eerst nog één ding wat u zei. Wij krijgen van die brieven met abacadabra van het kabinet. Waarom laten wij allemaal, maar goed, u zit hier nu, waarom heeft u niet gezegd, ik wil geen brieven met abacadabra? Oh, dat heb ik wil vaak gewoon gezegd. Een heldere brief en anders heeft die minister een probleem. Oh, dat heb ik vaak genoeg gezegd. En ik heb ook vaak genoeg meegemaakt dat dan collega's hier zeiden
van, nou, je pakt je eigen minister wel heel hard aan. Maar dat is ook iets. Door elke regering is natuurlijk, heeft dezelfde methode van glossy brieven en ingewikkelde dingen. Maar werden die brieven er beter op? Nadat u had gezegd, ook tegen uw eigen minister, nou, de ene, mag wel eens een beetje helderder. Bij de ene minister wel en bij de andere niet. En bij het ene departement wat meer is bij het andere. Ja, het is ook een beetje. Door de brieven van bijvoorbeeld van minister Eurlings. Ja, die waren zoals hij is, namelijk, die waren over het algemeen veel duidelijker. Maar als ik refereer er nog een keer aan, de laatste brief die ik van de heer Plasterk heb gezien over het NGBA. Nou, ik heb er nog een beetje verstand van, denk ik. Nou, daar snap ik niks van. Maar op zich zijn Kamerleden toch prima in staat, bijvoorbeeld, hè, zoals wij georganiseerd zijn, in een commissie. U noemde al INM, Infrastructuur en Milieu. Zo'n commissie kan natuurlijk tegen de minister zeggen, vanaf nu pikken we niet meer dat hij van die abacadabra blijft verstuurd. Ja, Doe dat eens even in gewoon helder Nederlands met conclusies. Ja, dat lijkt me ook een hele goede aanbeveling voor die uw commissie zou kunnen doen. En meerdere commissies voor meerdere andere kamercommissies. Ja, gewoon af en toe een keer zeggen, doe het opnieuw, want het is niet te lezen. Prima. We gaan naar de tunnels. U was van mei 2002 tot juni 2003 plaatsvervangend lid. En van juni 2003 tot en met september 2012 lid van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. En u was woordvoerder van 2007 tot 2010 voor de CDA-fractie. Dus u heeft in feite vrijwel dat hele traject van die aanleg van wat ik dan nu maar even noem de tunneltechnische installaties van de Roertunnel en de Zwalmentunnel vanuit de Kamer meegemaakt. Speelde daar wellicht enigszins mee dat u zelf uit Limburg komt? Nee, heel erg. Natuurlijk speelde dat een rol. Hoe moet ik dat zien? Ik ben volksvertegenwoordiger, niet een beetje, maar heel erg speelde dat een rol. Ik ben volksvertegenwoordiger. Als het in Friesland was geweest, had het minder uw belangstelling gehad. Nou, dan laat ik zo zeggen, dan had ik misschien... Het volgt wat u net zei. Ik geloof dat ik er... Nou, ik ben ook in Friesland, daar kan ik ook een hele boek over schrijven, over wat ik me heb gedaan met regio-specifieke pakket van 2,160 miljard, wat ik daar naartoe gebracht heb. Dus nee, mijn betrokkenheid is overal groot. Maar natuurlijk, omdat het in Limburg was, raakt het je des te meer. En u zei het straks al in uw aanvangsvraag, daar speelde absoluut een rol dat als je daar wat in deed, dat het geen enkel probleem was om een dag daarna bij L1 of in de Limburger mee te maken dat wat ik zei, vroeg, dat ik dat teruglas. Nou, alleen is het een belangrijke regionale televisiezender, meen ik. Ja. Dan hebben we het weer over die derde karakteristiek van mijn beginvraag. Ja. Wat was het eerste dat u meekreeg over die tunnels? Nou, dat was een keer, ik denk een bericht in de Limburger, dat er sprake was van een verlaten openstelling. Nee, ik denk dat het iets eerder was. De heer Hessels, wel bekend, CDA-Kamerlid, stelt op 15 mei 2003 schriftelijke vragen aan minister Peijs. Naar aanleiding van een bericht in de Dagblad de Limburger van de dag ervoor, dat de vluchtstroken van de tunnels A73 worden geschrapt. Ja. We stoppen met die vluchtstroken. Kreeg u dat al mee? Ja, maar toen wisten we nog niet dat dat tot vertragingen zou leiden. En zo begreep ik uw vorige vraag. Nee, ik vroeg, wat is het eerste wat u gewoon meekreeg van dat hele project? Ja, ik moet zeggen, ik was dit puntje op zich ook even vergeten. Maar Daar hebben wij de onderzoekscommissie van de Kamer voor. Ja, niet dat wij die vluchtstroken, dat ik die vergeten zou zijn. Want dat is natuurlijk een buitengewoon relevant onderdeel geweest van, laat ik het maar zeggen, de politieke besluitvorming die plaatsvond. En die leidde tot een heleboel, ICT-falen, om het zo maar eens te zeggen. Weet u nog waarom die vluchtstroken werden geschrapt? Ja, de minister heeft altijd geantwoord, of de verschillende ministers hebben altijd geantwoord, dat te maken had met een soort van precedentwerking. Omdat als ze dat daar zouden doen, er overal van die vluchtstroken moest komen. Nou, ik denk dat het echt... Ik heb altijd gedacht, en ik heb het ook wel eens gezegd, ik geloof daar absoluut niet in. Dit is gewoon een ordinaire bezuiniging geweest. Er moesten ergens een paar honderd miljoen gevonden worden. Dan is er een directeur-generaal van Rijkswaterstaat of een ambtelijke dienst, die legt dan 20 dingen voor aan minister Peijs. En die kijkt daarnaar of niet, en ze tekent dat. Zo gaat dat, maar denk ik. Op zich is uit ons onderzoek gebleken, waren vluchtstroken niet verplicht bij die tunnels. Ze waren op enig moment ingetekend, maar ze waren niet verplicht.
Nee, maar ze waren wel ingetekend. En dat had volgens mij deels ook te maken met het pakket van eisen wat er vanuit de regio gesteld was. Ik denk dat ook nog wel een rol heeft gespeeld, of een relevante rol heeft gespeeld, dat uiteindelijk ook een besluit is moeten vallen over het al of niet toelaten van gevaarlijke stoffen in die tunnel. Dat is ook een relevante factor geweest, waarbij als je die keuze maakt, ja ik doe dat, ja of nee, en bij die vluchtstroken idem, ja ik doe dat, ja of nee, dat leidt elke keer tot een forse aanpassing van veiligheidsvereisten. En die worden dan weer vertaald in technische eisen. Nou, en dan zit je in 54 systemen op het eind, hè? Zeker, maar daar zijn we nog niet. We proberen even met het begin te beginnen. Er zijn dus vluchtstroken ingetekend die niet verplicht zijn. Daar stoppen we dan mee. En dan moet er iets voor in de plaats komen, vindt de regio. Dat komt er dan ook voor in de plaats. Maar eigenlijk hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Want die vluchtstroken hadden niet gehoeven. Dus wat vindt u als u terugkijkt op die besluitvorming? Nog even los van dat er dan wordt gekozen voor een, daar komen we straks op, heel ingewikkeld systeem. En dat dat later dan weer wordt verlaten, dat er een ander systeem wordt gekozen. Maar eigenlijk was het dus allemaal niet nodig geweest, die hele ellende. Nee, daar zijn twee dingen over te zeggen. Allereerst, ten principale denk ik dat bewindslieden, naar wie dan ook, of het nou de samenleving is of de Kamer, vaker moeten zeggen, nee, dat doe ik niet. Want het heeft nogal wat gevolgen. En de Kamer, en gelijk heeft u, want ik heb het ook altijd gedaan, heeft sterk de neiging om in het operationele mee te doen. Prima. Tot het moment dat de minister zegt, nee, dit doe ik niet. Maak even een klein zijstapje naar de kilometerheffing. Toen bijvoorbeeld één partij zei, GroenLinks, van we moeten ook milieukenmerken mee laten wegen. Op dat moment, zei Eurlings, dan is het systeem volstrekt onhoudbaar. Nee, dat doe ik niet. Hij had het eerder al moeten zeggen, maar op dat moment zei hij het. En ik denk dat ministers vaker moeten zeggen, goed geïnformeerd door hun diensten, van mooi politiek idee, begrijp het, en ik begrijp dat u het wilt, Kamer, maar het is niet goed uitvoerbaar. Okay. Dat is het eerste punt. Ja. Tweede punt is, laat ik het zo zeggen, de weeffout die in mijn ogen vanuit het staatsrecht begrijpelijk zit in het feit dat een minister verantwoordelijk is voor de aanleg van de weg en een lokaal bestuur, het gemeentebestuur, verantwoordelijk is voor de lokale veiligheid. En dus ook de verantwoordelijkheid heeft om in gevolge destijds, ik geloof dat bij artikel 8 van de wet op de tunnelveiligheid was, een soort van gebruiksvergunning of zoiets af moest geven. Nou, en daarin zitten dus twee overheden naast elkaar die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben. En dan gaan wij in dit land, en vaak werkt dat heel goed, gaan wij samen oplossingen zoeken, polderen. Maar soms eindigt dat in kolder. Kijk, want het interessante is, u zegt, zo'n minister moet op een gegeven moment ook tegen de Kamer zeggen, nee, klaar, niet doorzeuren. We gaan allemaal kerstbomen in de bomen, kerstballen, ICT-ballen in de boom hangen en het uiteindelijk dondert die boom om. Dat is hier niet gebeurd. Die vluchtstroken zijn geschrapt en onder druk van de regio kwam er iets voor in de plaats, namelijk een DLS, een drukluchtsysteem. Nog nooit vertoond in de wereld, nog nooit gemaakt. Ingewikkeld, nieuw project, moest worden bedacht, gemaakt. En nou begrijpen wij dat daarover binnen een kwartier een deal is gesloten tussen de toenmalige minister. Dat schrijft in ieder geval het Dagblad de Limburger van 3 november 2007. En daar verliet u zich vaker op. Dus dat zullen we nu ook maar even doen. Binnen een kwartier zegt minister Peijs dan, nou ja, dan doen we dat. Dan beginnen we dat DLS-systeem maar te doen. En daarmee zitten we aan het begin van een hele hoop latere ellende. Nou, halverwege al. Ja. Ik bedoel, de eerste fout is het schrappen van, de eerste fout is het zeggen dat er vluchtstroken moeten komen. De tweede is daarna, terwijl de aanbesteding loopt, ze er weer uit te halen. En het derde is daar systemen voor in ruil neerzetten die niet werken en nooit zijn gaan werken. En dat systeem is dan uiteindelijk toch ook weer geschrapt. Ja. En daar is een watermistsysteem voor in de plaats gekomen. En dan krijgen we allemaal vertraging en vertraging en vertraging. En op een gegeven ogenblik ontstaat dan de situatie dat
tunnels gedeeltelijk open worden gesteld. En daar gaat mevrouw Fokker met u over door. Ja, ik wil eerst nog even een stapje terug doen. In de zomer van 2007 werd u bekend van nou, we gaan december 2007 niet halen. Daar had u het net al even over de late oplevering. Hoe werd u dat bekend? Ik denk dat het was, maar dat weet ik niet meer zeker, vanuit een bericht in de media. Volgens mij is dat een bericht in de Limburger geweest. En ik geloof dat dat toen door mij is opgepakt om een spoeddebat te vragen. Met de minister. En dat kon de eerste week niet. Toen werd dat niet toegestaan. Toen is er een brief gevraagd. Nou, die brief, dat was slappe hap. En toen, een week later, toen vond iedereen het ook steeds leuker worden dat een CDA-Kamerlid zijn eigen minister flink aan het aanpakken was. En toen werd het debat wel toegestaan. En u zegt net over de brief slappe hap. Waarom was de brief van de minister slappe hap? Omdat die volstrekt onduidelijk was over wanneer nou daadwerkelijk, wat de redenen waren. En wanneer daadwerkelijk de tunnels echt klaar zouden zijn. Nou, en die situatie die heeft misschien wel anderhalf jaar geduurd. Dus dat hadden we goed aangevoeld als Kamer. Dat dat allemaal wel twijfelachtig was. Twijfelachtig. En toen kwam er een debat. En hoe kijkt u daar op terug? Nou ja, ik denk dat in dat debat wel in geslaagd zijn om de minister duidelijk te maken dat, dat deze Kamer niet achterover zou gaan leunen en wel zou kijken wanneer dat ongeveer het een en ander gereed zou zijn. Dan moet ik zeggen dat bij minister Eurlings, die heel vaak de woorden gebruikte, ik zit er bovenop. Dat zeker ook vanwege zijn betrokkenheid bij Limburg en zijn gevoeligheid op dat punt het driedubbelop zou doen. En ik denk dat dat op zich goed gewerkt heeft, nog los van het feit dat de techniek die toegepast moest worden en alles wat daar rondomheen speelde, wel heel erg ingewikkeld was en zelfs voor een minister die er driedubbel bovenop zat, ingewikkeld was om goed tot een einde te brengen en ook tijdig tot een einde te brengen. Mag ik even een tussenvraag stellen over wat er nog tussen die slappe hapbrief van de minister en dat spoeddebat gebeurde? Coalitie, u zei, mensen vonden dat wel interessant, dat zo'n CDA-Kamerlid die CDA-minister zo achter de broek zat. Er is telefoon in Nederland. Ik neem aan dat de heer Eurlings in die tussentijd nog wel contact met u zocht. Kan het zijn dat hij gevraagd heeft van, ben je godsnaam aan het doen? Nee. Nee, ik kan u zeggen, de heer Eurlings is een van die bewindslieden die methode eigenlijk nooit gebruikte. En waarom niet? Hij is zelf Kamerlid geweest en wist als geen ander. U had het over die drie karakteriseringen. Nou, die passen volstrekt en volop bij hem ook. En die wist als geen ander dat als een Kamerlid dit zo doet, dan is het allerlaatste wat je moet doen, gaan bellen en zeggen van, zou je niet een beetje zus of zou je niet een beetje zo? Nee, ik vroeg alleen maar of hij belde. Niet eens wat de inhoud zou kunnen zijn. Nee. En ik heb hem ook niet gebeld. Dat was mijn volgende vraag geweest, mevrouw Fokker. Ja, u zei ook net dat de minister er bovenop zat. Wat ik dan niet helemaal snap is, u had er zelf ook iets over gezegd dat de minister vrij laat kennis nam van de vertraging. Ja. En als een minister er bovenop zit, waarom stuurt hij dan eerst wel een slappe hapbrief naar de Kamer? Ja, dat moet u hem vragen. Ik bedoel, we hebben in dat debat... Zullen we debat, ook zeker doen? Ja, ja. We hebben in dat debat, heb ik ook geconstateerd, dat tussen het moment dat eerstens geconstateerd werd op het departement door de ambtelijke mensen dat er sprake was van het niet halen van van het gereed komen van de tunneltechnische installaties. En het moment dat de minister daarop werd geïnformeerd. Ik heb geloof ik letterlijk in het debat gezegd dat de politieke antenne van de omgeving van de minister op dat moment vrij klein was. Ja, ja, dat klopt. En hij is daarvoor verantwoordelijk. 12 augustus kwam de eerste melding binnen. En 2 oktober werd de minister pas geïnformeerd. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, dat heb ik in het debat gezegd wat ik net zei. Namelijk de omgeving van de minister heeft wel een hele kleine politieke antenne gehad op dat moment. Het is gewoon niet goed. Het moet veel eerder gebeuren. En achteraf gezien was het zelfs blamerend, omdat de situatie veel ernstiger was dan destijds ook gemeld is.
En los van dat de minister er zo laat kennis van nam, u had zelf ook geen indicatie. Want u komt natuurlijk zelf ook uit Limburg. En u zei zelf ook dat u een erg bevlogen Kamerlid bent, als het ook onder meer over Limburg gaat. Dat is waar, maar dat gaat niet zover dat ik elke dag bij de bouwwerkzaamheden van Rijkswaterstaat in Limburg ga kijken of dat goed gaat. Nee, zover gaat het niet. Nee, ik ben natuurlijk afhankelijk van de informatie van derden. Nou, en op dat gebied was het eerste wat tot mij kwam, was een bericht in de media. En vervolgens was het de vraag, hè, er was vertraging, de tunnels konden niet op tijd worden opgeleverd. Toen pleitte u voor een openstelling van de tunnels, althans gedeeltelijk. Kunt u daar iets over vertellen? Van waarom moesten die tunnels zo snel gedeeltelijk open? Nou, dat is volstrekt helder. Dan kon van dat prachtige stuk autosnelweg wat er aangelegd was gebruik gemaakt worden. Van, om het maar even voor mezelf te nemen, van mijn eigen woonplaats naar Maastricht bespaar je 15 minuten. En met een tijdelijke gedeeltelijk opengestelde tunnel, nou bleven er toch zeker 12 van over. Dat was voor de regio gewoon fantastisch. En dat was, en dat zei de minister ook, en dat was een afweging die we met elkaar gemaakt hebben. Dat was ook wel deels een complicerende factor, die tijdelijke openstelling, met betrekking tot de uiteindelijke volledige openstelling. Dat is helder, dat als je zegt we maken het deels open, ja, dan moet er gewerkt worden in die tunnel. En dan heeft dat dus gevolgen. Maar dat is een afweging die we met elkaar openlijk gemaakt hebben. Dus u wist eigenlijk toen u het besluit nam van als de tunnels gedeeltelijk opengaan, dan zal dat waarschijnlijk tot gevolg hebben dat het langer duurt voordat ze wellicht helemaal opengaan. En u was zich ook bewust van het feit dat het dan wellicht duurder zou kunnen worden. Ja. En dat vond ik ook een begrijpelijke afweging met elkaar. Ik bedoel, het probleem was al ontstaan doordat op het departement bedacht was om 20 miljoen te bezuinigen door die vluchtstroken weg te halen. En ik denk dat zonder dit puntje, dan heb ik het dus de extra kosten die met de tijdelijke te maken hebben, ja, we alle op een overschrijding van 70 miljoen waren. Dus er was 20 miljoen bespaard en ongeveer een 70 miljoen al overschreden daardoor. Nou, en ik denk dat door de tijdelijke openstelling, ik ga ervan uit dat uw commissie en het BOR dat nog heel precies uitzoekt, maar dat er misschien nog een 10, 20 miljoen extra uitgegeven is. Hetzelfde heeft Rijkswaterstaat en de minister, dat was in dat geval mevrouw Schultz, met de Kamer gedeeld rondom de landtunnel in Utrecht. Daar hebben we precies hetzelfde meegemaakt. In die zin is het wel relevant om daar eens heel even naar te kijken voor uw commissie. Mag u nog eens even kijken naar de antwoorden van minister Eurlings op onze vragen van gaat het dadelijk bij de landtunnel bij de A2 ook mis? Het antwoord is nee, dat gaat niet mis. Dat loopt prima. Nou, en een anderhalf jaar later zat zijn opvolger, mevrouw Schultz van Hagen, die zat in deze Kamer en moest ons vragen om extra geld, ik geloof 35 miljoen, en uitstel. Nou, dit is ook heel interessant om met elkaar te vergelijken. Hoe kan nou dat echt in anderhalf jaar tijd tussen een hard ja, geen probleem, en nou, wederom uitstel en geld, extra geld, hoe dat op het departement verlopen is. U zegt het zo tussen neus en lippen door, maar we hebben het dus onderzocht. Niet die landtunnel, maar wel deze tunnel. Uiteindelijk heeft het besluit om tijdelijk de boel open te zetten inderdaad meer geld gekost dan wanneer we dat niet hadden gedaan. Als u daarop terugkijkt, wat vindt u daarvan? Oh, daar sta ik nog steeds volstrekt achter. Ja, en waarom? Ja, ik heb het letterlijk in het debat toen gezegd. Ik ben destijds nooit door iemand gebeld van wat erg dat deze tunnel tijdelijk open is. Nee, maar die ging ook niet over het budget van het Rijk en u wel? Ja. Precies, en dat is de afweging die je dan moet maken. En ik was buitengewoon tevreden over het feit dat die tunnel tijdelijk openging. Want dat was heel goed. En dat kost geld, ja. Diezelfde afweging heeft de Kamer later dus ook gemaakt. Ik geloof dat 35 miljoen was. Met betrekking tot de landtunnel in Utrecht. En als u van mij hoort dat uit ons onderzoek blijkt dat in totaal 46,5 miljoen van de gemaakte meerkosten te wijten is aan kosten verbonden aan het besluit tot beperkte openstelling van de tunnel. Staat u dan nog steeds achter dat besluit? Ja, dan sta ik daar nog steeds achter, nog los van het feit. Acht weken
dat de tunnel tijdelijk open, een beetje open was, niet voor gevaarlijke stoffen en een van de twee restroken? Nou, een paar weken. Ik denk dat het nogal wat langer is geweest. 3,5 maand, als ik me niet vergis. Ja, nou, zou ik blijven nagaan. Vindt u dat 46 miljoen waard, ook achteraf? Ja, ik denk het wel. Dat vind ik ook wel heel ingewikkeld om dat zo af te wegen. Mijn punt is dat wij er als commissie alle begrip voor hebben dat u dat op dat moment niet wist. Want dat kon niemand op dat moment weten. Nee, maar als is, u achteraf nog steeds zegt, het was mij wel 46 miljoen waard om de regio blij te maken, dan is dat toch iets dat tenminste een vraagteken oproept. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Onderdeel van het antwoord wat ik daarop geef is ook dat ik vind dat een departement moet leren. En destijds was het de druk vanuit de Kamer om die tijdelijke openstelling te realiseren, was onderdeel van het leerproces van het departement. Want er zat ook wel een hoop eigenwijsheid bij elkaar. Dat was natuurlijk ook bizar om mee te maken. En dus, maar niet de hele Kamer vond dat. Er was ook bijvoorbeeld een lid van de commissie dat zei, dit is paniekvoetbal, moeten we niet doen. Ja, dat is een punt wat je erbij moet betrekken. Ja, dat kan. Maar nog één keer de vraag. Terugkijkend, zoals dat politici altijd noemen met de wijsheid van nu. Vindt u nog steeds dat die 46 miljoen voor die paar maanden gedeeltelijke openstelling het waard was? Ja, ik kan die vraag zo niet, echt niet beantwoorden. Waarom niet? Nee, omdat ik dat te makkelijk vind om nou te zeggen, dat is natuurlijk heel veel geld, 46 miljoen. Dat is echt heel veel geld, maar tegelijkertijd destijds de problemen die speelden rondom het niet openstellen, het gevoel wat iedereen erbij had, van er ligt een prachtige A73, maar in de kern kun je die niet gebruiken. Ja, dat heeft ook zijn waarde. En ik heb natuurlijk nou weer in het antwoord iets langer na kunnen denken. Het is echt heel veel geld, ja. Ik meende zelf dat er 20 waren of zoiets. Maar 46 miljoen is heel erg veel geld. Kon er van menen. Ik zeg er nog één ding bij, voorzitter. Gaat uw gang. De ergernis zat destijds ook heel sterk in het feit dat dit hele probleem ontstaan was doordat op het departement besloten was om 20 miljoen te bezuinigen. Op, laat ik het even zeggen, onze tunnel in Limburg. Onze tunnel? Ja. Koopmans Egmond. Nee, niet. Nee, maar gewoon onze tunnel in Limburg. En dat feit maakte ook de afweging die volksvertegenwoordigers met hun daarbij horende emotie hebben, makkelijker om te zeggen destijds, nou, als dat wat extra's kost, dan doen we dat. Nog een keer, diezelfde afweging heeft de Kamer ook gemaakt bij de landtunnel in Utrecht. Toen werd echter vooraf, dat was het leermoment wat we namelijk van de A73 hadden getrokken, toen werd vooraf door de minister gezegd, dit gaat 35 miljoen was het geloof ik kosten. Van mij. Er lag ook nog op datzelfde moment een advies van de veiligheidsbeambte. En dat is niet zomaar een ambtenaar, maar iemand die moet adviseren of het veilig is om een tunnel open te doen. Om dat per se niet te doen. Kende u dat advies? Ja, daar hebben we toen allemaal kennis van kunnen nemen. En vindt u dat het advies van een veilig... Want u zegt net van, ik heb er geen verstand van. Hè? Ik vat even uw begins. Je moet goed luisteren naar mensen die er verstand van hebben. Ja. Maar dat geldt blijkbaar niet voor de veiligheidsbeambte. Nou, ik denk... mij zijn heel erg de ogen open gegaan toen wij als Kamer besloten hebben om op werkbezoek te gaan in de tunnel. Ik ben even kwijt wanneer dat was. Ik geloof 2009. Toen zijn we op bezoek geweest daar en daar werden wij voor de eerste keer in volle omvang bijgepraat over die 54, ja echt, ter plekke dacht je gekker moet het niet worden. 54 ja, maar u gaat voorbij aan mijn vraag. U gaat voorbij aan mijn vraag. U was in 2000, dat is best interessant dat u in 2009 in die tunnel liep, maar we hebben het hier over een andere periode, namelijk over het moment waarop... Nee, ik ga er helemaal niet aan voorbij. Ik ga er echt niet aan voorbij. Maar toen kwamen wij erachter, toen kwam ik erachter, dat daar door alle veiligheidseisen die iedereen en al die deskundigen met elkaar geformuleerd hadden, dat daar een onmogelijke kluwe van veiligheidseisen was ontstaan. En daarin zaten allemaal mensen die op de een of andere manier zeer deskundig waren op het gebied van veiligheid. En Nederland, en dat is in het debat met de minister ook absoluut door mij aan de orde gesteld, is ook wel een land wat de neiging heeft om 1000% veiligheid te eisen. En dat is niet verstandig. En het advies van die tunnelveiligheidsdeskundigen, dat woog op een moment woog dat wel eens minder zwaar, omdat ik het gevoel had
wetende dat, je, dat daar met elkaar iets bedacht was, wat eigenlijk ja, zo top, top, top was, dat het ook wel een beetje minder kwam. Maar dat wist u pas daarna, want u zegt net dat bezoek was in 2009. Toen kwam u erachter dat we voor 1000% veiligheid gingen. Maar het besluit om gedeeltelijk te openen, was al veel eerder genomen. En toen lag er dat advies, wat u ook kende. He, dus toen ging u nog uit van 100% veiligheid, wat we hier in Nederland vragen. En toch dacht u van, nou ja, dat is dan fijn, maar onze tunnel in Limburg, die moet gewoon open. Ja, maar daar, nou weet ik het ook weer heel precies, daar speelde ook een rol het probleem van de verschillende systemen, zoals uw voorzitter net ook al zei, van het mist- en het blussysteem. Nou, en daar haakten wij ook een beetje af, want het kunnen... Ja, prima, dan haakt u af, maar... En toen dacht u van, nou ja, dan haak ik ook af bij het advies van de veiligheidsbeambten. Ja, nou, dat schuiven we dan ook maar terzijde. Als die tunnel maar open gaat, dan is het goed. Ja, maar wacht even. Dat ging vergezeld ook van de opmerkingen van de minister die de eindverantwoordelijkheid droeg. En opmerkingen van de regio die zeiden, het kan best. Ja, dat was de regio. De regio ging er namelijk ook uiteindelijk over, toch? Dus het was juist niet de minister die erover gaat, nou ja, over die openstelling. Dat is toch een probleem? Nou, ze droegen natuurlijk feitelijk allebei verantwoordelijkheid. Nee, want heeft u nog gezegd van het zou goed zijn als de minister die verantwoordelijkheid had. Maar op dat moment had gewoon de gemeenteraad van Roermond dat besluit. Ja, maar het was niet alleen de gemeenteraad van Roermond. Ik bedoel, natuurlijk speelde die een belangrijke rol. Het was overigens het college van burgemeester en wethouders. Ja, die daarin de bevoegdheid heeft. Maar de weg... blijft van de minister. En de tunnel blijft van de minister. Maar BMW Roermond geeft de vergunning af. Ja, die geeft de openstellingsvergunning, zo heette dat ding geloof ik, af. U verweet de minister een te kleine politieke antenne. Kun je als Kamerlid ook een te grote politieke antenne hebben? Oh, dat kan altijd, natuurlijk. En was daar wellicht hier sprake van? Nou, ik nog een keer, het belang wat onze fractie en velen met mij hechten aan een tijdelijke openstelling was destijds heel groot en daar loop ik ook totaal niet voor weg. Het is prima dat dat gebeurt. Heeft nog een paar vragen over de rol van de regio. U zegt, u heeft het de hele tijd over de rol van de Kamer en dat snap ik ook. Hè. U bent natuurlijk Kamerlid, maar wat zo intrigerend is, meneer De Pachter is hier ook geweest en meneer De Pachter is oud-lid van de Raad van Bestuur van Volker Wessels. En hij gaf aan dat bij dergelijke projecten er altijd druk vanuit de regio bestaat, maar nog nooit zoiets zoals in deze casus. 50% of meer schatte hij in. Dus kunt u meer vertellen over die rol van de regio? Want u zegt net ook van ja, wij waren, en dan vertaal ik het even op mijn manier, waren pissig over die 20 miljard bezuiniging. Maar... ja, vervolgens was het de regio zelf die zei, als die vluchtstroken weggaan, willen we daar een ander systeem voor in de plaats. Ja. De regio had ook kunnen zeggen, het hoeft allemaal niet, het is bovenwettelijk, wij willen graag tunnels. Nou, dus... Het pakket van eisen wat ontstond is zeg maar, door het college van burgemeester en wethouders van Roermond geformuleerd. Daar zijn we als Kamer nooit bij betrokken geweest. Dus dat is iets van het college van BMW geweest. En ik heb vaker gezegd, ook publiek en ook nu weer, dat ik het pakket van eisen wat destijds geformuleerd is, te vond. Dat was te ingewikkeld met elkaar gemaakt. En onderdeel maakte daarvan dat beruchte blussysteem. Nou, en dat bleek totaal niet te kunnen. Dus dat is te groot geweest. Maar laat ik er nog wel bij zeggen... het bedrijf Volker Wessels past enige terughoudendheid. Want zij zijn natuurlijk degene geweest die de opdracht aannamen. En ik sluit niet uit in de wetenschap dat ze het niet konden. Maar in elk geval is gebleken dat wat geformuleerd stond als eisen door hun nog tijdig, nog juist, nog volledig uitvoerbaar uit te voeren was. Dat konden ze niet. Nee, maar goed, maar dat gaat over de inhoud. Maar meneer De Pachter maakt natuurlijk wel een hele interessante opmerking over de druk vanuit de regio. En ja. Hoe heeft u dan zelf, hè? Want u zegt van ja, al die eisen die uit de regio kwamen, nou, dat vond ik ook een beetje over de top. Maar dan komt er een Kamerdebat, hè? Dat gaat over de tunnels kunnen niet open op het moment wat is afgesproken. We moeten iets doen. Dan pleit u voor een gedeeltelijke openstelling. Maar hoe was toen de druk uit de regio? Want ik begrijp ook dat ten tijde van dat spoeddebat er volgens mij een handtekeningenactie uit Roermond aan de gang was. Ik hoop ook dat die meneer van Volker Wessels er s'nachts niet goed van geslapen heeft.
Dat is ook namelijk heel goed, want het was een groot probleem. En dat er dan druk vanuit de regio komt, ja, met alle respect, maar dat is ook de taak van de Kamer. Om die gevoelens van iedereen te formuleren hier in het debat. En dan is het aan de regering, die aan de uitvoeringskant zit, om te zeggen, ja, wat jullie met elkaar hier wensen, in allerlei toonaarden neergezet, dat kan of dat kan niet. Want het is de regering die uiteindelijk de afweging maakt. Volksvertegenwoordigers die hebben die vertaling te geven. En nog een keer, het is heel goed dat zo'n bedrijf die druk voelt volstrekt terecht, want ze hadden er ook een bende van gemaakt. Ja, maar goed, nu hebben we het over het bedrijf. Maar als ik voelde u ook de druk vanuit de regio? Ja, natuurlijk. Want het was natuurlijk vooral de gemeente Roermond. Daar heb ik niet zoveel aansporing voor nodig, toen. U had het niet. En nu ook niet. Nee. U heeft het ook niet als vervelend ervaren, de druk vanuit Roermond. Want het was toch met name de gemeente Roermond die echt ook wilde dat die tunnels open gingen. Nou, wat vervelend werd, was op een gegeven moment een soort van over en weer jijbakken wat ontstond. Over zeg maar, aanleiding, oorzaak en dergelijke. Dat werd vervelend. Maar goed, dat deed verder niet af aan de noodzaak die ik voelde en velen in Limburg met mij, dat je door die tunnel moest. Zo snel mogelijk. Eén vraagje tussendoor. U zei net van ministers moeten ook nee zeggen tegen de Kamer. Vindt u nu achteraf dat minister Eurlangs tegen u had moeten zeggen, meneer Koopmans, begrijp heel goed, druk uit een veiligheid. Maar ik heb hier een advies van de veiligheidsbeambte. Ik voorzie grote kosten, we doen het niet. Nou, niet. Had hij dat moeten zeggen, ja of nee, volgens u? Nou, als hij toen had geweten dat het 46,5 miljoen zou gaan kosten, dan zou ik achteraf begrepen hebben dat hij toen had gezegd, dat is mij te duur. Ja. Dat is raar, want u zegt net, van mij mocht het wel. Ja, maar ik ben Kamerlid en hij is minister. Maar speelt daar dan dat u wordt gekarakteriseerd als een regionalo? Wat het Dagblad Trouw op zo'n aardige manier zegt. Bij die regionalo's hangt altijd wel een wethouder, een burgemeester, een raadslid of een lobbygroep aan de lijn om te pleiten voor of juist tegen een snelweg, bouwlocatie, gemeentelijke herindeling, vis, melkquota, valkenstallen of ontpolderingen. Ja. Hebben we hier dan te maken met een regionalo die te gemakkelijk... Ik maak even mijn vraag af. Ja. Hebben we hier dan te maken met een regionalo die te makkelijk zich laat leiden door die regio waar die vandaan komt? Ik wens de Nederlandse samenleving en het Nederlandse volk 150 regionalo's toe. Maar ook voor de regio Randstad en ook voor mensen die huurder zijn. En weet ik het, er zijn natuurlijk vele vormen van regio's. Ja, maar u was woordvoerder, tunnels, ja. Nederland, landelijk. Voor toevallig die tunnels bij Roermond in dit geval. Ja, maar En dus ook regionalo, zoals ik het vanuit Trouw omschreef. Ja, dat klopt ook. En dan raad ik u aan om van de zomer nog eens wat meer te lezen over wat ik allemaal gezegd heb. Want laat ik zeggen, in Oost-Nederland liggen allerlei stukken weg op de N35, waar ik 85 keer aandacht voor heb gevraagd. Het regio-specifieke pakket in Noord-Nederland van 2 miljard zitten allemaal vingerafdrukken van mij aan. De Hollandse brug, nou, ik kan er zoveel op noemen waar ik heerlijke AO's MIRT mee heb mogen vullen. Dus dit is geen uitzondering nee, op uw absoluut. Algemene drijfveer infrastructurele projecten. De heer Ulebelt. Ja, u bent er zelf trots op dat u de stekker uit het rekeningrijden hebt getrokken. U zegt ook de minister had moet vaker nee zeggen. Maar waarom weerstaat u dan niet de druk uit de regio, misschien met de kennis achteraf, dat het zoveel extra geld heeft gekost? U zegt we moeten 150 regionalo's hebben. Nou, dat wordt dan 150 keer 46 miljoen. Dat zal toch ook uw bedoeling niet zijn? Nee, neem ik aan. Nee, natuurlijk niet. Maar daarom zeg ik ook, als je geweten had dat het 46,5 miljoen zou kosten, ja, dan had ik misschien een andere afweging gemaakt. Maar ik vind het zo goedkoop om nu te zeggen, ja, dat weet ik dan zeker. Goedkoop is het laatste dat daarbij past. Nou, u begrijpt hoe ik het woord goedkoop bedoel. Maar u heeft in de tijd heeft u ook voorgesteld, doe dat ding nou sneller gedeeltelijk open. Zet er een brandweerauto naast. Ja. Had u zich dan wel verdiept in het veiligheidssysteem, wat dat moest doen en wat dat, ja, wat dat kon doen? Ja, dat was namelijk een van de opties die ook besproken is. Ook in het veiligheidsoverleg, want daar kende ik het van. En ik heb vaker in het debat gezegd, en uiteindelijk is het ook deels gebeurd, zet er gewoon een aantal van die 54 uit en ik heb echt geen verstand van welke. Maar het is zoveel en zo overdun dat met wat minder
het ook veilig is en ook voldoet aan de Europese richtlijnen die daarvoor zijn. Want daar gaat het om. Maar daarvoor hadden die systemen er niet eens ingehoeven. Nee, heeft u er dan ook... Die heb ik ook niet bedacht. Maar waarom heeft u daar dan geen aandacht aan geschonken dat die er dan juist uit zouden moeten? Jawel, daar hebben wij in de Kamer natuurlijk vaak genoeg aandacht aan besteed. We hebben vaak genoeg gezegd. Ik heb vaak genoeg gezegd, zet er een aantal van uit. Maar nog even scherp naar die 46 miljoen. Denkt u nu achteraf, we hadden die gedeeltelijke openstelling toen niet moeten doen, dat was het geld niet waard. Omdat wat wij zien in heel veel van dit soort projecten, dit soort legitieme wensen er zijn, waardoor het altijd uit de hand loopt. Daar hebt u zich altijd tegen verzet. Hier heeft u gepleit voor gedeeltelijke openstelling en het loopt voor 46 miljoen uit de hand. Ja, maar dat wisten we vooraf niet, dat het 46 miljoen zou kosten. Dus en dat was het moment dat we aan het pleiten waren. Dat heeft ons toen niemand verteld dat dat 46 miljoen zou kosten. En nogmaals, het leermoment daaruit is dat bij een volgende vergelijkbare casus de minister wel exact wist wat het ging kosten. En ik weet nog heel goed dat ik op dat moment tegen de minister zei, tegen mevrouw Schultz, van weet u het zeker, gaan we dat noteren? En toen zei ze, vond ik heel dapper van haar, ja, dat kunt u noteren, daar zal ik me aan houden. Heeft u gevraagd eigenlijk op enig moment, we hebben dat nagezocht, maar heeft u gevraagd wat gaat dat kosten? Of gaat het meer kosten als we het tijdelijk openstellen? Ik ga ervan uit dat dat in het debat op de een of andere manier aan de orde is geweest. Maar dat weet ik niet meer, weet ik niet uit mijn hoofd. Zijn geen specifieke vragen van u daaromtrent aangetroffen? Kan. Ja, het belang, nogmaals, de frustratie was zo groot dat echt jarenlang gewacht moest worden op die openstelling. Dat het belang van de rekening in de hele politieke afweging die je maakte, ja, minder zwaar was. Ja, absoluut. En als je dat achteraf zou willen beschouwen als een wat zwakke plek in de redeneringen die we destijds hadden, in de afwegingen, ongetwijfeld. Ja. Nou ja, sorry als we erop zitten te drammen, maar nee, dat maakt het niks. Komt, laat ik het dan maar gewoon rechtstreeks zeggen, het komt ook nu nonchalant over veel geld. En misschien kunt u dat dan weer spreken. Ja, maar dan ga ik u toch terugbrengen naar een enorme frustratie die er was bij alles en iedereen. Namelijk, er ligt een weg. Nou hebben wij er ook een. En het ding mag niet open. Het werkt niet. Met een overmaat aan veiligheidssystemen, waarvan als je een beetje je boerenverstand gebruikt, jij zou zeggen, nou weet je wat, dat kan best met wat minder en dan kan het open. En daarom zeiden wij, doe het dan tijdelijk. En nogmaals, niets of niemand heeft ons toen erop gewezen dat dat 46 miljoen zou kosten. Dat is niet gebeurd. En dat is dus, en dat heb ik in het begin van mijn betoog al gezegd, dat is dus ook heel belangrijk dat bewindslieden veel beter op zo'n moment, als er politieke wensen zijn, die op zich, daar zal niemand van zeggen dat die onterecht zijn, die wens, openstelling was terecht. Alleen, ja, je moet dan wel scherp de afweging met elkaar durven maken op grond van de feiten die voorliggen, als die te maken zijn. Van nou, dit kost zoveel en zegt u het maar. Ik wilde mijn toezegging waarmaken om nog heel even met u over die gemeentelijke basisadministratie te hebben. Meneer Vermeijnen, nog één heel dringende vraag. Stel hem kort. Toch even om mijn beeld compleet te maken. Want u schetst eigenlijk het beeld, hè, want we zijn op zoek naar lessen. En u zegt eigenlijk het beeld van, nou ja, als Kamerlid kun je echt maximaal de druk ook vanuit je eigen regio zou je eigenlijk moeten leggen bij het kabinet. En dan is het aan het kabinet om te zeggen, tot hier en niet verder. En in dit verband, in deze specifieke casus van de A73, heeft u dan ook nog met een minister te maken die diezelfde regionale binding heeft als u? Sluit u uit dat dat iets te maken heeft met zijn weigering om tegen u nee te zeggen? Dus dat is niet uit te sluiten. Want hij is zeker genoeg. Niet uit te sluiten. Nee. Dank u. Van Fokker. U was van november 2010 tot en met september 2012 ook lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. En toen hield u zich bezig met het MGBA. Daar hebben we het aan het begin al even over gehad. Toen u daaraan begon, waren er toen specifieke onderdelen van het MGBA die u op dat moment zorgen baarden? Nou, ik ben in die tijd een keer buitengewoon goed geïnformeerd door de heer Veldwijk van Ockham. En vanaf dat moment heeft het hele onderwerp mij nooit meer losgelaten. Want toen wist ik dat er in het systeem problemen waren, nu al.
En dat in de aanpak die de minister aan de Kamer had medegedeeld met betrekking tot die modernisering, dat dat onhaalbaar was, dat er grote problemen aan vastzaten. En nou ja, daar ben ik me dus in gaan vastbijten. Dat vond ik een uiterst interessant onderwerp. Om de redenen die ik straks al noemde, het is een van de bouwstenen van de rechtsstaat. Ja, en dan komt er ook in het kader van MGBA komen er de Gateway Reviews. Eentje is van augustus 2011 en die is ook gedeeld met de Kamer. En daar staat een score op en die was oranje-rood. En dat staat voor een geslaagde implementatie van het programma was onzeker en er waren in meerdere essentiële opzichten grote risico's of problemen. En wat voor actie heeft u zelf of heeft de Kamer ondernomen als dit de uitkomst is van een Gateway Review? En u heeft het over 2011? Ja. Augustus 2011. Ja, toen ben ik, toen is het eigenlijk zo gelopen dat ik daarna geïnformeerd ben, nogmaals door de heer Veldwijk, over hoe een en ander in elkaar zat. En toen ben ik, en toen is dat eigenlijk geëindigd in een motie van mijn hand die in de Kamer is aangenomen van oktober 2011. Die achteraf gezien wel een buitengewoon grote voorspellende waarde heeft gehad, die motie. Ik weet ook nog heel goed, het was die dag ontzettend druk. We hadden het debat gehad en ik moest die motie nog indienen. Dat was door anderen aan mij geschreven. Ik weet nog dat ik naar boven rende, naar het spreekgestoelte, en dat ik iets aan het voorlezen was waarvan ik ter plekke bedacht wat het allemaal was. Het wel in de smiezen kreeg en nog beter kreeg ik in de smiezen dat het in de ambtenarenloge van de minister, daar werd het zo onrustig. En op dat moment dacht ik, bingo, dit klopt, verder. Nou, toen werd het nog interessanter, want ik kreeg een briefje van de minister. Zo, van daar moeten we het nog eens over hebben. En twee dagen later was minister Donner, wilde mij een keer spreken. Nou, dat is dan, als hij dat wil, dan is dat mooi. Dan laat je die naar de Kamer komen, niet andersom. Nog even 10 minuten laten wachten. En toen een gesprek met hem gehad, daar zaten mensen die mij probeerden te overtuigen dat ik het niet goed zag. Maar ik heb gezegd, ik zie het wel goed en ga maar aan de slag. Dus u heeft een motie ingediend, maar daarna, want Kamerleden die natuurlijk ook wel eens moties in, dan is de motie ingediend en dan, om maar even te zeggen, misschien wel klaar is, Kees. U bent daarna ook erbovenop blijven zitten op dit dossier? Ja, dat hebben we volop geprobeerd. Helaas had ik dat nog wel langer willen doen dan, laten we zeggen, 2012. Maar dat terzijde. Maar ik heb toen geprobeerd om er wel bovenop te zitten, ja. En ik had toen ook kennis genomen. En ik weet niet of de heer Veldwijk u die correspondentie ook heeft toegestuurd. Maar die is ook buitengewoon interessant. Toen heeft namelijk vanaf die Gateway Review van augustus, toen is er ook een briefwisseling geweest van Occam naar naar het departement, naar de projectgroep. En die was, dat was een brief die zeer fundamenteel was. En die werd beantwoord met een buitengewoon sullig briefje, waarin, geloof ik, de belangrijkste tekst was dat ze bezig waren met het plannen van een bijeenkomst. Ik kan u die wel geven, het is echt lachwekkend. Want je voelt aan alle kanten dat er mensen bij elkaar zaten die totaal niet meer wisten welke kant het op moest. En daarom ben ik verder gegaan en heb ik die motie, of ben ik met het debat aan de slag gegaan en heb ik die motie ingediend waarin de kernommezwaai die het ministerie gemaakt had, namelijk om allereerst een contract af te sluiten waarin staat op dat moment moet er een resultaat afgeleverd worden, werd zo werkende weg omgezet in eenzelfde contract met een inspanningsverplichting. Nou, dan tel maar uit je winst, dan kan iedereen rekeningen blijven sturen en hoeft niks af te leveren. Dat is wat er toen gebeurd is. Maar dan hadden ze toch eigenlijk, er komt een Gateway Review in augustus 2011, dan kun je eigenlijk zeggen dat het ministerie de boodschap niet echt had begrepen. Terwijl toch duidelijke code rood, oranje, nou dan moeten toch wel alle bellen gaan rinkelen. Maar in april 2012 volgde weer een Gateway Review, die is iets positiever, code oranje. Maar ja, gingen de alarmbellen op het ministerie eigenlijk wel echt rinkelen? Nou, laat ik het zo zeggen, als ik de laatste brieven van de huidige minister erbij pak, dan is in elk geval, zijn dat geen alarmbellen geweest die lang naklinken. Nee.
Nee, en okay, destijds, maar voor, nee, mij, voor mij, waar die gateway review en de informatie die ik daar van derden kreeg, waren aanleiding dus voor die motie en die is elkaar genomen. En die was helder. Ja, die motie is aangenomen en u heeft het nu net over wat er op dit moment gebeurt. Maar eigenlijk heel snel na de motie had u toen het gevoel dat de alarmbellen op het ministerie gingen rinkelen. Nou, heel snel daarna wel, want toen had ik dat gesprek met minister Donner. Dus daar zat ik goed in de gaten. En ik denk ook, nee, ik ben er ook van overtuigd dat ook de minister, toen ik ook beargumenteerd hem nog een keer uitlegde waarom ik dit gedaan had en waarom het verstandig leek dat het anders moest. Volgens mij had Donner het toen absoluut begrepen. Ja. Mag ik daar even nog iets over vragen, omdat ik het niet helemaal begrijp? U zei net, ik parafraseer, ik kreeg bij minister Donner tussen zijn oren dat het niet een inspanningsverplichting moest zijn, want dan heb je niks, maar een resultaatverplichting wat geleverd zou moeten worden door de leverancier. Toch, dat zei u toch net? Nou, dat is in die motie geformuleerd, ja, maar ondertussen was het contract volgens mij al gewijzigd. Ja. Als ik dat even goed heb. Ja, nee, maar u gaf er van op zo in even. In dat gesprek, ik bedoel, toen de motie indiende, ja, zag ik de reuring in de loge. En toen dat gesprek er was, waarin ik een beetje het gevoel kreeg van, je wordt nog eens nader bijgepraat of het toch niet anders is. Denk ik dat ik de minister wel overtuigde op dat kamertje daarboven naast, ja, waar ik zat, van dat het toch ernstiger was dan blijkbaar mensen aan hem eerder gemeld hadden. Ja. Nou is het opvallende dat die motie waarin dat staat, dat het dus bij de contracten anders moet, die is aangehouden. Die heeft u aangehouden. Dus het is misschien iets minder heldhaftig dan u ons zo even vertelde. Want u heeft zich laten geruststellen door minister Donner dat er niet zou worden afgeweken van de oorspronkelijke aanbestedingsstrategie. Waarbij een resultaatverplichting het uitgangspunt is. Oké, dat is mij, dat heb ik dan niet. Dat is mij ontgaan. Onze onvolprezen onderzoeken van het BOR. Dat is ook goed. En die blijf ik complimenteren, ook nu. Laat ik zo zeggen, dan is dat wat ik net zei, namelijk dat ik toen dat gesprek plaatsvond, dat ik die overtuiging over heb kunnen brengen, misschien reden geweest om te zeggen, dan doe dat maar even niet. Kan best. Goed, maar dat is dus misschien en achteraf gezien, net iets minder heldhaftig dan en u achteraf stelde. Gezien had ik die motie in stemming moeten laten brengen, ja zeker. Nog even, waarom liet u die minister 10 minuten wachten, zei u net in een bijzin? Dat is toch eigenlijk heel, heel onbeleefd. Dat is een grapje, meneer Elias. Dat was een grapje. Ja, wij nemen alles serieus wat u naar voren brengt. Wij zijn mevrouw Bruinsholt. Ja, volgens mij wil de voorzitter zeggen dat we aan het einde zijn. Ik wil eigenlijk de heer Koopmans nog iets vragen wat hij aan het begin zei. Want hij zei van, ik had veel contact met mensen, onder andere ook de heer Veldwijk. En daar kwam in ook naar voren dat er niet alleen verspilling van geld was, maar ook fraude als het gaat om ICT. Kan hij daar nog iets meer over toelichten? Nou, laat ik zeggen, als ik dat hele relaas lees, wat de heer Veldwijk heeft geschreven over de UWV en de hele polisadministratie, de wijze waarop dat daar bedrijven rekeningen verstuurd hebben en met werkzaamheden zijn omgegaan en met wat daar geleverd is. Ik bedoel, het is niet juridisch geformuleerd door mij, maar ik vind het een soort van fraude, ja. Ja. Wij hebben hem en anderen die ons benaderd hebben ook gevraagd om man en paard te noemen, meer bewijs te noemen voor fraude. Dat is ons niet geworden. Wel de feiten zoals ze zijn aangereikt en waar je je vraagtekens bij kan stellen. En of dat niet merkwaardig is, maar dat is iets anders dan dat je daar het juridische etiket fraude op kan plakken. En als u daar aanleiding voor heeft om ons daarover feitelijke informatie te geven, dan houden wij ons daar zeer voor aanbevolen. Ik baseer mij op indrukwekkende relaas. En ik zei het net al heel bewust ook, ik heb het niet juridisch, maar het ruikt wel heel bizar. Zeker, maar de geur die van een dossier afkomt is nog weer iets anders dan dat het ook aantoonbaar juridisch fraude is. Ja,
Ja, zeker als daar slechte contracten aan ten grondslag liggen. En de wijze waarop die dan tot stand komen, dat is nog wel de moeite waard voor uw commissie om daar naar te kijken. Zeker, maar dat doen we ook. En een van de dingen die daarin, die ik heel interessant vond toen ik dat woordvoerderschap had, was dat er in één keer een nieuw convenant lag. En vroeger, een 5 jaar eerder, lag er een convenant tussen de minister en een aantal ICT-partijen. En de regering, geloof ik, en een aantal ICT-partijen. En 5 jaar daarvoor lag er ook zoiets. En dat werd met het nodige fanfare door de desbetreffende minister genoemd. En ik weet nog dat ik de vraag stelde, was nou het verschil? Want ik had die twee naast elkaar gelegd, geholpen weer door de heer Veldwijk. En die heb ik naast elkaar gelegd. Nou, de verschillen waren minimaal. En ik begreep dus niet helemaal wat destijds de verbetering was. Ik kijk even om me heen. Er zijn geen vragen meer, we zijn wat uitgelopen. Is er iets waarvan u zegt, ik wil dat de commissie absoluut nog meegeven dat in dit gesprek niet aan de orde is geweest? Daar houden wij ook daarvoor onze aanbevolen. Ja. Nee, ik wens u buitengewoon veel succes bij uw nuttige werk. Dank dat u hier was. Dank dat u zich weer heeft voorbereid. Ik schors de vergadering tot 1:30. Dan gaan we door met een gesprek met oud-minister Ter Horst. Schors de vergadering.